Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Annette van Soest en Paul Lasseur. Veel start-ups redden het niet na een jaar ploeteren. In deze rubriek kijken we iedere week hoe een pitchkandidaat van vorig jaar het nu doet. Vandaag Ferdinand van der Neut, oprichter van Fruitfly Ninja. Welkom. Dank je. En jij was hier alweer 2 jaar geleden. 2,5 jaar. Ja, laten we even teruggaan in de tijd, naar 30 maart 2015. Ja, want het is een fruitvliegjesval. Hebben we daar veel last van in Nederland? Ja, en steeds meer. Het is duidelijk een groeimarkt. Met de klimaatverandering. Ja? En je ziet ook op Google, kan je de zoektrends zien van waar mensen naar googelen. Ja. En je ziet dat hiernaar al meer dan 50.000 keer per maand naar gezocht wordt. Ik vraag me af of er nog steeds groei in zit in de fruitvliegjes. Wordt er steeds meer gegoogeld? Nog steeds? Dat weet ik niet. Daar kijken we niet meer zo naar. Maar het is zeker een groeimarkt wereldwijd. We schalen ook op naar het buitenland, Australië, Spanje. En dat gaat gewoon heel goed. Het probleem is overal aanwezig. Het product werkt overal supergoed. Dus ja, mensen zijn overal blij ermee. Zijn jullie net zo ver als je toen dacht? Of is het toch iets anders gelopen dan je had gehoopt? Nee, het gaat hartstikke goed met het bedrijf. Maar ik had al lang veel en veel verder willen zijn. Het gaat toch stroever dan gedacht. En we hebben ook heel veel beginnersgeluk gehad. En dan denk je ineens dat de wereld er zo uitziet. En dat het vanaf dan af aan zo makkelijk gaat. Maar dat is helaas niet zo. Ja, wat liep er stroever dan gedacht? Het winnen van nieuwe klanten. Het overtuigen van bijvoorbeeld nu richten we ons op winkelketens. En het is toch wel lastig om binnen te komen. Bijvoorbeeld bij Ahold. Ja, daar zit je niet zomaar aan tafel. Dus daar zijn we nu bezig met case building. We hebben nou 20-tal winkels van Albert Heijn waar dan een display staat van ons. En dat verkoopt als een trein. Zij zijn er heel blij mee. Nou, dat is veelbelovend. Ja, dus wij hopen dan met die verkoopcijfers straks naar hoofdkantoor te gaan. En dan de hele keten te winnen. Maar ja, dat is wel lastig. Nog heel even uitleggen voor de mensen die het product niet kennen. Fruitfly Ninja, het is een klein potje. Ja. Vertel. Ja, het is heel simpel en dat is ook de kracht. Het is een klein flesje met een lokstof. Beestjes ruiken dat, die kruipen erin via een trechter, kunnen ze er niet meer uit. En dan zit er een sticker op de achterkant. En met die sticker kan je hem heel dicht bij de overlast plakken. Dus op een vuilnisbak of bij een b-tap of noem maar op. Op de vuilnisbak? Ja, of erop of erin. Dan kan je hem gelijk met het afval weggooien. Dus ja, het is heel veelzijdig en daardoor ook veel gebruikt. En wat maakt die stof die erin zit beter dan alle andere fruitvliegjes vallen? Want dat is nogal een claim. Dat is het geheim van de smid, hè? Nee, daar zitten heel veel testen aan vooraf. De basis is een appelazijn. Dat herkennen veel mensen ook op internet. Krijgen ook van, ja, kan ik dan niet zelf even kan een potje ik dan niet met zelf appelazijn? Maken, ja. En dat kan. Voor 30%, 40% heb je dan ook een val. Alleen dit werkt wel echt veel beter. En het kost je geen tijd. Dus je draait het dop eraf en hij werkt. Klaar is Kees. Maar wat er nog meer in zit, dat ga je dus niet vertellen. Want dan gaan we het zelf maken. Het is niet giftig, hè? Nee. Het is helemaal biologisch en ecologisch. Je zei net wel tegen me van je moet niet ergens nog rottend fruit hebben liggen, want dan werkt het niet. Ja, kijk, die beestjes, dat zijn wel echt connoisseurs. Ze vinden onze val lekker, maar het echte werk, rottende banaan. Ja, precies. Ja, daar houden ze wel echt van. Ja. Je begon als webshop voor particulieren. Dat was niet de beste zet dus. Nee, ik had echt een plan opgezet voor Google AdWords en daarmee klanten binnenhalen. Nou, dat liep echt belabberd slecht. Echt heel slecht. Toen overgestapt op Facebook reclames. Met een hele mooie timelapse video. Dat liep wel. En wat zag je dan in die timelapse? Hoe dat vliegje erin vloog? Ja, en dan 10 uur en tijd. En dan langzaam doodgaat. Nee, dat ging heel veel snel. Dus 10 uur werking van het product gefilmd. Om de minuut een foto. En daar een filmpje van gemaakt in 10 seconden. En dat lieten we dan zien aan barpersoneel, horecapersoneel. Die hebben daar veel last van. Dus die kochten dat product gelijk. Alleen dat segment is niet zo groot. Dus dan gingen we naar een aangrenzend segment richten op Facebook. En dan ging de conversie weer omlaag, maar was het weer niet winstgevend. Dus dat segment was gewoon niet groot genoeg. Dus, toen heb je je pijlen? Nou, we zijn eigenlijk de horeca en supermarktwezen ingetrokken. De Co-op supermarkt had contact met ons opgenomen. Van, hé, wij hebben die klerenbeesten, we komen er niet vanaf. Mogen we alsjeblieft jouw product testen? Ze wilden het zelf gebruiken. Ja, voor bij de sapmachine. Dat trekt heel veel van die vliegjes aan. En nou, dat jaagt gewoon klanten weg. Dus hadden ze ons product getest. En eindelijk hadden ze iets gevonden wat dus wel werkt. Nou, dat beviel. En hebben ze jullie toen meteen ook in de schappen gezet? Nee. Eerst zelf gebruikt. Via Bunzel, hun leveranciers, zijn we hun gaan aanleveren. En via Bunzel ook andere supermarkten. Iedereen heeft hetzelfde probleem. Dus dat ging heel goed.
En we zien wel dat het heel drempelverlagend heeft gewerkt. Want als ze zien, hey, dat product werkt supergoed. Dit kunnen onze consumenten ook wel gebruiken. Precies, maar waarom is dat dan toch nog een stap die andere supermarkten niet durven te nemen? Als ze het zelf al gebruiken, waarom zet je het dan niet gewoon meteen in het schap? Ik denk dat het niet echt een top-of-mind product is. Niet echt iets waar mensen direct mee bezig zijn. Het is best wel een impulsartikel, een seizoensartikel. Dus het heeft gewoon wat tijd nodig voordat mensen ontdekken van... hey, dat is een interessant product, misschien moeten wij dat ook maar aan onze klanten gaan verkopen. Jullie worden wel verkocht in filialen van Jumbo, Sligo, tuincentra ook? Tuincentra, drogisterijen. Allemaal nog niet heel landelijk, heel groot. Maar dat groeit wel en de verkoopcijfers zijn heel goed. Dus die winkeliers die zijn lyrisch, die zijn echt heel blij ermee. En we gunnen ze een royale marge, dus daar zijn ze blij mee. Dus het is een te grote marge naar jouw zien, denk ik. Nee. Kijk, elke ander product waar zij aan denken om in de schappen te leggen... is er eigenlijk in feite een concurrent van ons. Of ze kiezen voor ons of voor hun. Dus wij willen eruit steken. En dat doe je door een goed product te hebben natuurlijk. Maar er moet ook een business case voor hun achter zitten. Dus we zijn daar royaal in. En op die manier groeien wij harder. En op die manier... En dan kan je daarna weer de precies, marge dat is de filosofie. Ja. Wat heb je verder in de organisatie van je bedrijf aangepast... sinds 2,5 jaar, toen je hier de eerste keer was? Heel veel. In ieder geval de focus. Dat is dus van de webshop naar horeca en nu retail. Ja, dus zien is kopen, mensen moeten het... Ja, het is een impulsartikel. Mensen moeten het tegenaan lopen. Je zegt, in de fysieke winkels wil je liggen? Ja. Dat is nieuw? Dat is nieuw. Ik werk nog samen met Olaf van de Willek. Toen ik hier was, toen was ik al op zoek naar een marketing sales guru. Ja, hij is fantastisch. Hij heeft bijvoorbeeld Jumbo gewonnen. Dat was ook niet een makkelijk proces. Maar uiteindelijk, iedereen is hartstikke blij mee. En ik werk nu met hem sinds een jaar. En dat gaat super. Dus, is hij ook eigenaar geworden van het bedrijf? Ja, dat doet echt met z'n tweeën. Hij heeft hem aandelen gegeven. Nou, niet gegeven, heeft hij verdiend. Ja. Maar heb je ook nog dingen veranderd aan het product zelf? We hebben nu twee varianten. De variant waar we mee lanceerden is de kleine. Dat is die in gebruik is bij de horeca. En voor de retail, voor de consument, hebben we nu een grotere val ontwikkeld. Zodat ze niet zo snel terug hoeven naar de winkel voor een nieuwe. Deze gaat gewoon heel lang mee. Kunnen ze echt hun probleem mee aanpakken. Hoe lang doet hij het? Het hangt af van temperatuur en luchtvochtigheid. Maar hij gaat wel tot een maand mee. En in die tijd heb je wel je beestjes afgevangen. Ja. Toen je 2,5 jaar geleden hier was, zette je die potjes nog zelf in elkaar. Ja. Ik hoop dat je daar ook iemand voor hebt gevonden in de tussentijd. Ja. Nee, ik raak het product niet meer aan. Ja, ik heb nu een doosje van jullie meegenomen. Maar nee, daar ben ik vanaf gelukkig. Je bent al een beetje zat. Ja. Hey, ik heb nog een dingetje. Ik zie me zo ineens afvragen. In de horeca, als jullie product daar dan staat, dan zit je tegen zo'n lokdoosje aan te kijken. Ik vind het altijd, als je in bedrijven komt waar een zo'n rattenval bijvoorbeeld in de hoek staat. Of zo'n vliegenvanger. Of een vliegenvanger. Nee, dat is een van de complimenten die wij krijgen, dat het zo'n discreet product is. Want door die sticker kunnen ze een beetje verstoppen. Achter een paal, onder een tafel en noem maar op. En dat valt de klanten dus niet lastig. En als je dat vergelijkt met andere vallen, die moet je echt neerzetten op een tafel. Dus dat is juist een compliment wat we krijgen, dat ze daar geen last van hebben. Hoe doen jullie het eigenlijk buiten de zomer? Want dit is een seizoensproduct. In de winter zie ik gelukkig geen fruitvliegjes. Nee. Ja, dat is een hele goede vraag en dat is een uitdaging voor ons bedrijf. Want we willen groeien met mensen, maar wat gaan die in de wintermaanden doen? Dus wij willen heel graag bij Australië binnenbreken. Dus we hebben daar al groothandels die aan... Om in één klap het hele seizoensprobleem te lossen. Ja, want dat is zuidelijk halfrond. En het is daar ook veel warmer, dus het is een veel stabielere markt dan Nederland. Maar het is wel een uitdaging voor het bedrijf. Maar er zijn meer landen die zo'n klimaat hebben. Dus waarom dan juist Australië? Nou, Australië is wel gewoon met kop en schouders de meest interessante van het zuidelijk halfrond. Of de evenaar. Want? Het is daar warm. Ze spreken de taal die wij ook spreken. Dat is wel zo handig als je kan communiceren met die mensen. Welvaartsniveau is gewoon heel hoog. En als je dat vergelijkt met alle andere landen op het zuidelijk halfrond. Ja, dan wint Australië gewoon. Alleen, je kan ook surfen. Ik heb er afgelopen winter gezeten. En vijf maanden lang. Ja. Kijk, dat is fantastisch. Ja. Dat was heel leuk. Je hoopt daar gewoon een dependance op te richten. Dat helpt ook, Wat we nu aan het doen zijn is... we hebben 10 groentewinkels geselecteerd en 10 bouwmarkten. Daar hebben we zo'n gratis toonbankdisplay naartoe gestuurd via de post. En in de hoop dat zij dat dan op hun toonbank neerzetten.
We hebben een handschreven ansichtkaartje bij met Amsterdam. Groetjes uit een regenachtig Amsterdam. Succes met de verkoop van ons product. En dan op de voorkant een beetje Red Light District en coffeeshops. Een beetje om het een beetje leuk te maken. Oh, daar kan je ook dus fruitvliegjes vallen mee verkopen? Met... Nou ja, de gedachte is... Kijk, het is, ik ben heel eerlijk. Het is gewoon niet een heel spannend product. We proberen het wel grappig te maken. De bedrijfsnaam is gewoon grappig, Fruit Fly Ninja. En met zo'n kaartje erbij wordt het toch een beetje amicaal. Is er niet ook een manier om die fruitvliegjes te weren zonder dit soort lokvallen? Moet je niet gewoon je fruit goed opbergen? Ja. Is dat niet de meest duurzame oplossing? Ja, daar win je al een heel groot deel mee, maar nog niet alles. Kijk, je maakt lekkere dingen in je keuken en het ruikt gewoon lekker. En dat afval in je vuilnisbak. Horecabedrijven die maken alles super schoon. We hebben een gerenommeerd hotel, 5-ster hotel in Amsterdam. Ik ben daar geweest. Die maken 3 keer per dag schoon, 3 keer per dag het vuilnis er. En alsnog stikt in het van de fruitvliegen. Ja, ik zeg ja, sorry dat ik zeg, maar je maakt gewoon te lekkere dingen hier binnen. Ja, niks aan te doen. Het zijn connoisseurs. Ja. Dankjewel, Ferdinand van der Neut, oprichter van Fruit Fly Ninja. Dankjewel. De KNVB krijgt nieuwe kopstukken en Ajax staat op de drempel van een recordtransfer. Wat dit allemaal betekent voor het Nederlandse voetbal, dat bespreken we straks. Dit terrein is kenmerkend het domein van een gazelle. Uitgestrekt met ruimte voor beweging. Een verrassend koffietentje met een uitstekende latte. En opkomende horeca met een goede lunch. Ja, Business Park De Poel in Goes is uitstekend terrein om gazellen te vinden. Het jachtseizoen is geopend. We zijn op zoek naar de FD-gazelle van 2017. Ben je er een of ken je er een? Kijk op fd.nl/gazelle. In een wereld die voortdurend verandert, vol nieuwe uitdagingen, is behoefte aan alerte medewerkers die aanpakken, grenzen verleggen en altijd blijven leren. Good Habits krijgt iedereen aan het leren.